Hoi! Het Daan, is... je leeft weer. Het is maandagavond, zoals jullie zien. Ik heb weer mooie wimpers. Kijk, ik heb weer mooie mijn ogen zijn weer tot leven gekomen. Dat had ik al verteld. Trouwens. Steve heeft haar harken weer bij zich. Ja, ik vind het heel leuk dat mijn kerststuk op de achtergrond ja. hebben. Maar... Steve heeft iets besteld. Ik ben helemaal besteld. Blij. Ik zeg tegen Daan, oh, moet je nou zien wat ik besteld heb. Ik heb dus een epileerapparaat besteld. Maar Daan denkt dat het geen goed idee is. Nou, ik had exact dezelfde. Die heb ik denk ik zelfs nog wel voor je liggen. Ja. Exact dezelfde. Exact dezelfde. En weet je hoeveel zeer het doet? Zo. Ik denk dat het niet met twee armen uit te leggen is hoeveel zeer het doet. Ik had niet de bikini styler. Oh my god. Maar ik kreeg er wel extreem ingegroeide haren van. Oké, misschien moeten we even wat met epileren. Dan ga ik even vragen wat mensen van vinden. Wat vindt u van een epilady? Wat vindt u van een epilady? Oké, ik ga lekker Justin logeren. Justie! Oh, je deur is open. Justie! Van wie zijn die lekkere billen? Ga je mee? We gaan lekker logeren. Justie is er klaar voor. Even lekker nog instappen op het harde. En dan kunnen we straks in de paddock aan de gang. Zo. Het is dinsdagmiddag. Ik heb mijn cap nog op. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ja, ik heb net gereden. En mijn hoofd is nogal lekker warm. Ik ga nu Kasi lekker logeren. In de buitenbak. Mijn oogt een beetje woest. Dus ik ben benieuwd of die braaf blijft. Dus nou ja, het heeft eigenlijk gewoon een beetje geregend vandaag. Dus de vrachtwagens die gaan dan door het water heen op de weg. En daar werd hij best wel heel erg vrolijk van. Hé, jij met je blije eihoofd? Nou, ik was echt heel tevreden over hem. Hij ging vandaag echt veel meer ontspannen over zijn rug als de vorige twee keer. Dus ja, eigenlijk zo. Hij mag nu natuurlijk eventjes geen zadel op. Maar het doet hem eigenlijk wel heel goed. Ik zie wel dat hij zichzelf steeds meer gaat ontspannen. Zo aan het kapsel met logeren. Dat hij het echt op zijn eigen benen moet doen. Ja, hij mag nu lekker uitstappen in de stapmolen. Kijk, zijn manen worden heel lang. Ja, hij krijgt echt een lange Friese manen. Lekker lesje gehad, hè, Atos? Het ging echt heel goed. Ik heb trouwens wel echt heel goed nieuws voor mezelf. Wij dachten, Daan en ik, dat we voor de Friese competitie de vijfjarige proef moesten rijden. Omdat Atos en Bokken natuurlijk vijf zijn. Maar... dat vonden wij al ambitieus, want dan moeten we en een keertwending en schouderbinnenwaarts en travers. Ik heb opeens een linkerbeen die enorm trilt. Ik kan er bijna niet eens op blijven staan. Oh, pittig. En dan moet ik toch echt mijn linkerbeen optillen om op te stappen. Ik denk dat het krap is of zo. Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Ik ga zo lekker lessen met Justy. Hier was één laars. Mijn andere laars was stuk. De rits was stuk. Dus die heeft Rebecca voor mij naar de schoenmaker gebracht. Dus ik ga nu mijn andere laars pakken. Kijk, nu weer twee laarzen. En ik heb even een halsetje voor Just gepakt. Ik heb Just al opgezadeld. En ik ging net binnen mijn ene laars pakken. Toen zei mama, moet ik nog komen filmen? Toen dacht ik, filmen. Dat is goed dat je dat zegt. Want dat was ik helemaal vergeten. Dus bij deze ben ik net de camera wezen halen. Ik heb ons shiny wagentje. We'll be right back.
ik in mijn handen een sokje. En dan ook nog Just. Kom maar. Ik heb echt er heel veel zin in. Oeh, knappe mannen die naar je gaan hinniken. Oeh. Dus woensdagavond, nadat hij terug was gekomen van les, heb Just lekker op stal gezet, heeft ze even lekker kunnen eten en onder de therapiedeken de extra spierpijn alvast een beetje af kunnen vloeien. En nu s'avonds doe ik nog even lekker 20 minuutjes met Justy aan de hand stappen, een beetje oefeningetjes, hè. Loopt ze met me mee als ik de bocht omga, stopt ze als ik ook stop. Dus we doen ook meteen weer even een beetje aan bonding. Over de les. Na de les moest ik haar gauw op stal zetten, want ik zelf moest lesgeven. Aan Tessa ook. Goed zo, Tessa. Twee teugels, twee kuiten. En voel gelijke verbinding, hè? Ja, goed zo. Goed zo. En in je zit meteen weer opvang, want we wilden niet dat ze harder ging, maar dat ze beter reageerde. Tessa ging echt heel erg goed. Je krijgt het steeds meer te pakken hoe je de pony nageeflijk moet houden, maar toch niet te kort. En ook niet te lang, dus nagevelijk en wel de ontspanning erin. En Just ging ook echt vet, vet goed. Just vindt het wel heel moeilijk. Ik zelf vind het ook heel moeilijk. Ik moet bij Just goed opletten dat ik haar recht tussen twee teugels hou. En toch ook de schouders corrigeer. En de heupen en de achterhand ook recht hou. Just zit een beetje achter tegen hypermobiliteit aan. Dus als ik denk dat ik haar recht heb, dan schiet of haar schouders of haar heupen wel weer de andere kant op. Maar Just wordt wel echt steeds sterker. We gaan in de galop, kunnen we steeds meer verzamelde galop meepakken. En in de draf hadden we ook echt een paar stukjes. Echt een verzamelde draf. Gerdine heeft toen ook een aantal stukjes met het zweepje in de bak gestaan. En niet zozeer om Just aan te slaan dat ze harder moet, maar juist om een beetje extra voorwaartse input in te brengen. Om te zorgen dat Just wel verzamelt, maar toch vlug blijft. Dus dat het niet een trage, verzamelde pas wordt. Maar eigenlijk meer richting, ja, zoals een piaf of een passage eruit ziet. Dat het dus heel verzameld is, maar niet harder gaat. Hoe zeg je dat? Dat het heel verzameld met voorwaartse drang is, zonder dat het sloom wordt. En wat komt daar dan uit voort? Zowel uit de verzamelde galop en die verzamelde draf, dat ze daar dus meer kracht krijgt, hadden we eigenlijk ook alweer een paar hele goede wissels. Al met al was ik echt super trots op Justy. Dus we gaan nu nog even lekker spierpijn eruit wandelen. Ik ben er nog niet aan toegekomen om haar schoon te maken na de les. Dus we hebben nog een beetje zweet op haar rug. Het eerste wat ik morgen ga doen is er een warme slang overheen doen. Maar ik vind dat nu s'avonds dan weer iets te koud. Waarom de trilplaat? Deze zorgt voor trillingen, hè? Zoals het al zegt, trilplaat. De trillingen zorgen ervoor dat de bloedsomloop versnelt, dat de bloedsomloop verbetert, waardoor en het melkzuur, dus de spierpijn, wordt afgevoerd, maar waardoor ook de bloedsomloop in de pezen verbetert. En dat is zeker na een zware training hartstikke goed voor de paarden om te herstellen. Just is het zat, dus ik ga haar lekker opstellen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Just heeft haar dekentje om. Ik denk dat het te donker is, dus je ziet hem niet. De stalbandage om. Om haar schiffeltje te beschermen. Nu hoef ik vandaag nog maar één ding te doen. En dat is hopen dat Just niet mijn gezicht opeet. Maar alleen nog het wagentje schoonmaken. Want ook daar heb ik verder geen tijd voor gehad. Echt heel slecht. Just, je mag lekker slapen. Tot morgen. Ook weer mooi schoon. Het is ondertussen bijna 9 uur. Dus ik ga snel het wagentje wegzetten
En dan snel naar huis voor de avondklok. Tot morgen. Doei. Nou, goedenavond. Het is alweer donderdag. We gaan dus weer springen met Maisara. Ik heb alle spulletjes bij elkaar. Kan altijd nog wel een tijdje duren voordat dat voor elkaar is. Heb jij wat te zeggen? Ik niet. Ik weet het niet meer. Nee, Sarah is aangekleed. Nu ik nog even aankleden. En dan gaan we zo naar Daan. Het is trouwens ook een verrassing wat Daan elke week bouwt. Want ik kom meestal gewoon aan in een pak mijn spullen. Ik schaal mijn paard op en dan zie ik het wel. Dus we zien wel wat ze gebouwd hebben. Zo, capje op. En dan zijn we er klaar voor. Kijk verder. Goed zo. Corrigeren aan je buitenteugel, buitenbeen. Hoe minder steun aan de voorkant, hoe beter. Geeft niks. Goed zo. Goed. Rust in je lijf. Oh. Op tijd kijken, op tijd sturen. Zo, ja. Snel je hulp en los. Goed zo. Goed. Oeha! Geef niet, rij maar nog een keer. Daar had hij maar niet zo hard in moeten komen. Buiten teugel, buiten been. Goed zo. Braaf meisje. Goed zo. Wachten, wachten. Goed zo. Ik ben ondertussen met Justy in de paddock. Robin ging echt super goed. Maisara had vandaag wel aardig de wind eronder, dus die had er flink zin in. Maar uiteindelijk zie je toch wel, ook al is ze in het begin wat loperig, dat ze aan het eind bijna gewoon een meter parcours loopt. En zelfs met slootjes eronder, wat ze nog nooit gedaan heeft. Loop jij eens gewoon door. Gaan we het zo spelen? Hey. Nou zeg! Laat mij even mijn verhaal doen. Nou, ik ben dus met Justin de paddock. Ze heeft gisteren les gehad en dat ging echt heel goed. Dus vandaag doen we even een niet te wild dagje. Ze heeft vanmorgen al lekker losgestaan. En vanavond nog eventjes de spierpijn eruit joggen. En dan gaat ze straks nog even lekker los met haar vriendinnetje. Goed zo. Het logeren is klaar. Ik heb je broodje gevangen. En Justy staat al geduldig op haar vriendinnetje te wachten. Dus dan moet je wel even voor de deur weggaan, hè? Kom maar, je broodje. Kom maar. Yay. Zal ik je even vrijden? Jess en haar bestie zijn lekker aan het buitenspelen. En dan is het natuurlijk alweer donderdagavond. En dan hoeft er nog maar één ding te gebeuren. Dan gaan wij rapapa, rapapa, rapapa hooi voeren. Hier een kar met hooi kuil. En hier. En waarschijnlijk gaan ze alle twee op. Let's go! Zit erop. Robin heeft er net ook weer mooi de binnenbak glad gesleept. En dan is het nu de tijd om deze dames weer lekker binnen te halen. Just, kom maar. Doe je hals er maar aan. Just, doe je hoofd eens naar beneden. Kan ik er toch niet bij? Kom maar, Justy. Joepie. Alle paardjes hebben weer eten en staan op stal. Ik ga lekker naar huis toe. En Robin gaat het hek nog voor mij dicht doen. Tot morgen. Het is vrijdagochtend. We zijn druk aan het uitmesten. Papa is daar met de shovel. Dit hier is allemaal uitgemest. Tante Sandra is hier de boerderij aan het strogeven. Robin en Eve die zijn alle schuiven erin en eruit aan het trekken. En hier is Maaike met de opstrooimachine de paarden stro aan het geven. Vrijdagochtend. Kijk, ik heb hier een klein penenfestijn. Ik heb het er meestal uitgehaald, want Atos heeft net een zak penen gepakt en zijn hele stal rondgeslingerd.
Maar goed, dat terzijde. Even een kleine update, want ik heb even een paar dagen niet zoveel gefilmd. Want ik heb woensdag mijn kies afgebroken. Dat was echt niet leuk. Maar goed, gisteren mocht ik gelukkig naar de tandarts. Dus toen hebben ze een noodvulling erop gedaan voor het kleine stukje tand wat er nog zat. Dus dat hebben ze helemaal een soort gevuld. Dus het is nu net of ik een soort kiezelsteen in mijn mond heb. Kijk, en daar hebben we Daan. Die kan er ook gelijk bij. Maar ja, gisteren deed ik nog heel erg zeer. Heb je de penisak opengemaakt? Deze man hier. Maar dat was echt levensgevaarlijk, want hij zat met die penisak te slingeren. En die kwam bijna tegen mijn hoofd aan. Dus... Oh, lekker. Ja, dat was... Hij had trek in been. Was je bijna weer je tand kwijt? Ja. Het probleem is voor nu even opgelost. Ik kan gelukkig weer praten. Gisteren deed ik nog wel echt mega zeer. Maar van het weekend is de Equiseerbox weer hier. Die box met die kleurtjes waar Cas en Just al in zijn geweest. Hij is al een keertje hier op stal ook geweest. En dat was ook heel leuk. Hele goede resultaten. Allemaal blije mensen. Wij ook allemaal blij. En nu is hij hier weer. Atos wordt behandeld. Die is natuurlijk dan ook al een keertje behandeld. Dus die gaat nu weer. Just gaat weer. En Kier gaat weer. En van Just gaat Daan jullie helemaal op de hoogte houden hoe dat gaat. En hoe het daarna dan natuurlijk ook gaat. En ik ga je natuurlijk ook even vertellen hoe het met Atos gaat. Over tot de orde van de dag. Daar gaat Justy rijden, ik ga Decibel rijden. En vanmiddag ook nog Atosje rijden. Ik zit lekker op Justy. Die ga ik eventjes rijden. Die gaat zo meteen weer in de therapiebox. Dus ik doe haar vandaag wel aan het werk zetten. Niet enorm hard aan het werk zetten hoor. Maar gewoon lekker even rijden. Omdat heel haar lichaam aan het werk is geweest. En dan kijken wat de box weer zegt over haar lichaam. Of ze verbeterd is. Het is lekker warm binnen. Goed zo. Hoofdje hoog. Just was heel erg lief. Die heeft heel lekker ontspannen. En... Oh, je hebt wel genoten. Nou, vandaag is dan de eerste dag, de meetdag. En dan meten ze vooral door. En dan starten ze alvast de eerste behandeling. En dan is vooral afwachten hoe de uitslagen zondag zijn. Of er dus dingen verbeterd zijn. Of dat er echt dingen zijn die aanhouden. Waar we misschien weer... Waar we misschien de osteo of de fysio voor moeten laten komen. Zoals het er nu naar uitziet zijn het vooral dingen die de osteo, de fysio, de osteo of de fysio kan oplossen. Of ik met de rijerij. Dus we zijn vooral benieuwd hoe de uitslag zondag is. Hallo schat. Ben jij Bassie? Vind je het lekker? Is het lekker schat? Ja. Het is zondag en dus de laatste behandeldag van Just in de box. De laatste scan is geweest en het advies is geweest om eventjes de fysio en de osteopaat te laten kijken. Voor Just voor achter in haar rug en de boven- en de onderkant van de hals. Nou, ik moet wel zeggen dat is precies ook waar ik tijdens mijn training moeite mee heb om die spannen goed te laten aanspannen en ook ontspannen. En voor de zekerheid gaan we eventjes bij de dierenarts langs om haar sprongen te laten controleren. Want daar kan misschien wat overbelasting in zitten.